een super groot deel van de klanten die bij ons trainen, die komen bij ons in basis omdat ze willen afvallen. Eigenlijk hetzelfde als ik. Dus ik weet precies welke stappen ze al hebben gezet. Wat ze allemaal al hebben geprobeerd. Welke fases ze al hebben doorgemaakt. En wat ik ook wel grappig vind om te zien is dat er eigenlijk drie hele herkenbare lessen zijn die iedereen bij ons niet wist en graag wel eerder had willen weten. Mezelf inclusief. De belangrijkste is krachttraining. Ikzelf ben ook door iemand anders, Mitchell Leemans van Maal Company, je weet wie je bent, gestimuleerd om gewoon 3 keer in de week flink krachttraining te gaan doen. Bouw die spiermassa op. Zorg dat je meer gaat verbranden. Zorg dat je dan dus ook meer kunt eten. Waardoor je echt duurzaam het patroon verbetert. In plaats van dat je 3 keer in de week actief met de hond gaat wandelen of lekker op de crosstrainer staat. En dus alleen in dat uurtje wat meer verbrandt. Dus krachttraining is iets wat mensen allemaal onderschatten. Maar wat ik ook wel echt een enorme eye-opener vond, is dat je dus moet stoppen met die 6 keer per dag eten. En we worden er helemaal mee doodgegooid. Het begint al op school met kleine pauze, grote pauze, na school een cookie, voor het eten nog wat. En zelfs vanuit het voedingscentrum. Maar je geeft je lichaam gewoon A, geen rust. B, heb je 6 momenten op de dag de kans om iets verkeerds te kiezen. Terwijl als je gewoon 3 goede maaltijden neemt, dan zit je ook gewoon vol. Je eet niet zo snel te veel. Dus dat vond ik zelf ook echt een enorme eye-opener. En dat zie ik ook bij de klanten die echt als ze dat gaan doen, dat je al wat een verschil dat al is. En nummer 3 is eigenlijk een hele belangrijke, maar die is wat, nog wat minder leuk. Is dat je jezelf niet voor de gek moet houden. Zoveel mensen zeggen, ja maar ik eet al best heel gezond. Of ja, een koekje moet af en toe gewoon kunnen. Maar als je dan eerlijk gaat kijken, dan zijn het 6 koekjes in de week. En vinden we dat nou eigenlijk normaal? Ja, een keer een koekje is prima. Maar waarom hoort dat erbij elke dag? En ook een keer op een feestje flink doorzakken en een bitter garnituurtje wegharken is ook prima. Maar hoe vaak doe je dat? En het gaat niet om mij, je hoeft niet tegen mij te zeggen of je iets wel of niet vaak doet, of daar eerlijk over te zijn. Maar met name ook naar jezelf, want uiteindelijk ben jij degene die resultaat gaat behalen. En een ander ja, kan dat mooi vinden of niet, maar die heeft daar verder niet de last of de lust van die jij gaat ervaren. Dus dat is ook wel iets waar er komt altijd een moment van dat iemand je even moet gaan confronteren met dat je gewoon eerlijk moet zijn en open. Daar kom je gewoon het vers mee, zeker naar jezelf. Dus dat zijn eigenlijk de 3 belangrijkste dingen die mensen veel eerder hadden moeten weten als ze beginnen met afvallen. Dus krachttraining, 3 maaltijden en niet liegen.